Het Leidse burgerinitiatief Stop Motorlawaai protesteerde op Hemelvaartsdag tegen het geluid van motorfietsen. Met een spandoek langs de Voorschoterweg maakte een kleine afvaardiging hun punt. De actie was vooraf niet aangekondigd om te grote opkomst van zowel voor- als tegenstanders te voorkomen. Het protest werd georganiseerd door buurtbewoner Ab Swinkels. Motorrijders met name voelen zich onaantastbaar, doen gewoon hun zin, maken voor hun eigen plezier lawaai. En dat moeten wij bewoners langs de wegen hier maar accepteren. Nee, volgens mij als de pakkans wordt vergroot, flink wordt vergroot, door slim te handhaven, door prikacties her en der regelmatig, maar niet steeds op dezelfde plek, want anders geven ze het aan elkaar door. Daar hebben wij hoge verwachting van. Het is volgens Winkels niet nodig om motoren helemaal te verbieden. Ze moeten in ieder geval zorgen voor een motor die aan de voorschriften voldoet. Dus er moet niet aan gesleuteld zijn. De dempers moeten in orde zijn. En vervolgens moeten ze met hun rechterhand proberen om zeker in de bebouwde omgeving met respect hier rond te rijden. Wij vragen respect en zich houden aan de regels. En dat is alles. En dat is geen discriminatie, dat is geen haatcampagne van onze kant. Dat is, hou je aan de regels, rij respectvol hier door de wijk. En wij vinden het prima. Vertegenwoordigers van de lokale politiek waren wel bij het protest aanwezig. Duo-raadslid van Partij Sleutelstad Thijs Vos legt uit waarom. Het overlast is niet alleen erg frustrerend voor de mensen, maar het is bovendien ook nog eens een risico voor de volksgezondheid, zoals het RIVM stelt. Daarom hebben wij als Partij Sleutelstad ook eerder schriftelijke vragen gesteld aan het college. Want wij willen dat er meer prioriteit wordt gegeven aan het handhaven hiertegen. Dat heeft toen helaas nog geen verandering gebracht. En daarom zijn wij voornemens om een motie in te dienen. Omdat er echt prioriteit moet worden gegeven aan het handhaven hiertegen. Bijvoorbeeld door prikacties. En ook D66-raadslid Antje Jordan vindt dat de gemeente aan zet is in de strijd tegen motorlawaai. Nou ja, je kan als gemeente ben je natuurlijk wel mede ook opdrachtgever van de omgevingsdienst. En ook heeft onze burgemeester overleg met de politie. Dus wij denken dat we aandacht kunnen vragen voor betere handhaving. Want de wet is er gewoon, er moet gehandhaafd worden, dat kan. En wij kunnen zorgen dat in elk geval alle hinder en overlast die wordt ervaren goed worden geregistreerd.